Nee, volgens, mij, kijk, volgens mij begint dit ermee dat we erkennen dat de groei van het BBP dat dat totaal ongerelateerd is geraakt aan hoe het met mensen gaat. He, dus de economie is de afgelopen 40 jaar met, uh, met 40% uh, procent of zo gegroeid. Even in ieder geval tot maart van dit jaar. Hoe ja. Dit jaar is het wat grillig. Ja. En de reële inkomens van huishoudens is eigenlijk nauwelijks toegenomen. Ja, precies. Want Misschien is het goed, want we hebben het hier de fantoom, fantoom, fantoom. Misschien moeten we daar eventjes uh, ja, dus, dus, even beginnen, want ja, dat is eigenlijk fantoomgroei. Ja, dus fantoomgroei zegt. is naast het fenomeen dat je ziet dat de economie wel groeit. Maar ja. dat is het voor heel veel mensen dat dat eigenlijk een, uh, ja, een cijfer is waar je in de krant over leest, maar dat niet tastbaar is. Volgt. Dat zich niet vertaalt naar een portemonnee, dat zich niet vertaalt naar hun persoonlijke leven en die ze eigenlijk helemaal niet terugzien. Nee, dus even één stapje nog, nog terug hierop. Jaren tachtig, uh, Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten. Uh, de eerste die het had over Make America Great Again. Maar ja. De, de trickle-down economics. Het ja. hele idee dat als de totale economie groeit, dat iedereen profiteert. Het reizende tij, het tij wat omhoog komt, dat neemt alle bootjes mee omhoog. Precies. Uh, dus het enige wat je hoeft te doen als politiek is, is niet te herverdelen. Gewoon zorgen dat de economie groeit en iedereen profiteert. En Precies. dat blijkt, dat is een belofte... Ja. En die blijkt gewoon niet waard te zijn. Die blijkt gewoon niet waard te zijn. Absoluut Dat niet weten waar. we eigenlijk al best, best wel lang. Ja. Want we zien die trend. Die heeft zich eigenlijk al in de jaren tachtig ingezet. En uh, nou ja, dat, dat, dat ieder jaar met, met een paar tiende procent loopt het uiteen. Nou, als je dat veertig jaar doet. Hè, sinds corona snappen we wat beter hoe uh, hoe uh, 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 kan niet met woord komen? Uh, kwadratische groei, nee, exponentiële, ah, exponentiële groei. Exponentiële groei. Ja. We snappen nu wat beter hoe exponentiële groei werkt. Ja. Hè? Dat Klein procentje op een procentje op een procentje hoe hard het uit elkaar gaat. En wat je dus nu inderdaad ziet, is dat ik zag toevallig vanmorgen nog een grafiekje voorbij komen. Ja, de onderste 50% van de inkomens, die hebben hun, uh, hun inkomen de afgelopen 40 jaar echt behoorlijk hard zien dalen. Gewoon in absolute zin zien dalen. Ja. Terwijl uh, de bovenste 10% ja, die, heeft, die is een enorme vlucht omhoog gemaakt. Dus je ziet, je ziet letterlijk in al die grafieken zie je die kloof ontstaan. En dat, dat, die ruimte tussen, tussen de, hoe de economie groeit... en wat mensen aan inkomen ervaren, zeg maar, dat gat daartussen... dat is wat wij fantoomgroei zijn gaan noemen. Om, om, een, om een begrip te hebben, om daarover te kunnen praten... om het te kunnen adresseren. En, kijk, wij zijn ook helemaal niet tegen groei aan zich. Wij zijn daar helemaal niet dogmatisch in. Uh, Hendrik Noten, mijn co-auteur en ik. Uh, sommige dingen mogen best groeien. Ik denk dat het aantal windmolens op zee dat dat best mag groeien. Ik denk dat dat best goed is voor ons. Uh, als de wereldbevolking groeit, is het ook goed als de voedselproductie groeit. Anders dan krijgen mensen honger. Weet je? Dus wij zijn helemaal niet tegen groei aan zich. Alleen, wij hebben de afgelopen 40 jaar hebben we een turbo proberen te zetten op economische groei. ongeacht wat dat was. En op het moment dat je dat doet, dan, uh, dan, dan zeg je dus letterlijk: een, een pakje sigaretten verkopen. Uh, nou, dat is beter voor de samenleving, want dan groeit de economie dan, uh, dan zorgen voor je zieke ouders. Hè? Want daar ja. uh, wordt geen geld voor betaald, dus doet dat niks voor de economie. Terwijl het voor je samenleving natuurlijk veel beter is om daar onderscheid in te maken. Dus, dus fantoongroei gaat over uh, het, het idee dat als je, en daarmee kom ik terug op jouw oorspronkelijke vraag. Hè, als je denkt dat iedere vorm van economische ontwikkeling, dus van, van groei, dat dat goed is. Zolang je in dat frame gevangen blijft, dan is het dus ook heel verleidelijk om te kiezen voor sectoren die eigenlijk helemaal niks doen voor mensen. Dus dan ga je een hele grote bankensector bouwen, zoals hier in Amsterdam, die Zuidas. En de enige reden dat het aantrekkelijk is om te investeren in de financiële sector, is dat er gaat heel veel geld in rond. Dus het doet veel voor je economie, maar het zijn maar heel weinig banen. En het is een klein groepje die er heel goed aan verdient. Maar het grootste deel van de mensen ziet die groei helemaal niet terug nee. in zijn portemonnee. Die, die krijgt er geen werk uit. En... Um, en, 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 en wat dus nog interessanter is, dat hele fenomeen economische groei, tot 1991 of 1992 uit mijn hoofd, dat mag ook iemand googelen, <laughs> staat ook wel in mijn boek, maar eh, toen werden de, de omzetten van de financiële sector, financiële producten, die zaten niet in het, in het BBP, dus die maakten toen nog geen onderdeel uit van economische groei. En tot die tijd, omdat gedacht werd, dat zijn sectoren die zijn dienend aan de reële economie, aan bedrijven die echt iets maken. Dus tot die tijd was het ook helemaal niet interessant voor landen... om te investeren in een grote financiële sector. Want dat was gewoon een dienst, een, een, een dienende sector. En op het moment dat de, dat de financiële lobby zich een weg tot BBP in heeft gelobbyd... bij de Verenigde Naties. Ja, vanaf dat moment is het opeens heel interessant om te gaan investeren... in de City, in Londen, in, in de Zuidas, in Amsterdam, in, in Frankfurt in dat financiële stelsel. En dan gaat die economie harder groeien. Maar het raakt dus ontkoppeld van hoe het gaat met de samenleving. Dus... En daarmee kom ik terug op je vraag. Het eerste wat moet gebeuren, is dat we in Politiek Den Haag gewoon los weten te komen van het idee dat, die, dat BBP altijd moet groeien. En dat is best ingewikkeld. Want je zei het zelf al, het Centraal Planbureau. Als jij een verkiezingsprogramma gaat opschrijven, gaat het Centraal Planbureau gaat uitrekenen. Wat doet dat voor de groei van dat BBP? En als dat negatief is, dan zegt, en dat doen de, de, de perspubliek, iedereen doet daar aan mee, zegt ja. Maar dat is een naïef programma Dat is slecht voor de economie. Dus, dus daar moet je niet op stemmen. Dat wordt dan meteen afgefikt. Lekker, en... Ik zou je nog meenemen in, in iets heel actueels wat er nu, nu speelt. Ons verkiezingsprogramma hebben wij een enorme aanval op precies die fantoomgroei. Dus, dus ja. de, 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 de armoede die daar door is ontstaan. Er zijn namelijk twee manieren voor. We gaan zo dadelijk door over wat, wat voor economische groei wil je dan wel. Want daar moet het debat over gaan. Maar het gaat ook, we, als we weten dat als de economie groeit, dat het niet eerlijk verdeeld wordt over iedereen, dat je een overheid nodig hebt. Die herverdeelt. Ja. En dat betekent dus dat je een belastingstelsel moet hebben waarin de hoogste inkomens het meeste betalen. Daar denken we allemaal van dat dat in Nederland zo, echt zo werkt. Maar dat is maar ten dele, ten dele waar. Omdat de mensen aan de onderkant meer krijgen. Nou, wat zie je nu gebeuren in de modellen van het CPB. En wij worstelen daar ook mee. Wij laten dat doorrekenen, zo'n verkiezingsprogramma. Wij gaan het ontzettend goed doen op, uh, op, op het terugdringen van armoede en die welvaart eerlijke verdelen. Maar er zit een afruil. Hoe beter je het doet in armoedebestrijding hoe groter effect je zou hebben op de werkgelegenheid. Omdat de modellen gaan ervan uit... dat als mensen uh, uh, het, het ruimer in hun... ja, ietsjes beter krijgen... dat ze dan minder zouden gaan werken. Dus dan zegt het CPB... ja, maar wat u doet is heel slecht... voor de werkgelegenheid in Nederland. Daar is heel veel op af te dingen... of dat werkelijk zo, zo is... en wat er dan gebeurt... en, en hoe erg dat is. Want, uh, maar toch weet ik zeker dat de kranten... Uh, uh, ik spreek je nu even aan op je verantwoordelijkheid als journalist... De afval die er is tussen armoede en werkgelegenheid. En dat we het over werkgelegenheid hebben in 2060. Hè? Dat is niet eens werkgelegenheid noemen we het, is arbeidsaanbod. Dus hoeveel mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er zitten 624 aannames onder. Wat ik wel weet, is dat mensen gelijk meer geld te besteden hebben en dat er minder armoede is. Dat kinderen geen honger in Nederland hoeven nee, te ik, hebben. Maar daar zal het in de krant. Ik ben het... nooit, nooit over gaan. En dan sta je als partij gelijk 308, want we er gezegd. Ja, maar is niet, wat jullie willen, is niet realistisch. En daarom zeg ik ook: dit is echt een paradigma. Dit is een, dit is een, een denksysteem waar ja. we allemaal in gevangen zitten. Ja. Dus, dus kiezers, eh, electoraat, pers, politici, eh, economen. Het houdt elkaar het allemaal centraal vast. Centraal Planbureau. En wat je dus eigenlijk, kijk, wat jij heel goed, wat je eigenlijk zegt, is dat Centraal Planbureau, die doet dus hele politieke uitspraken. Het, ja. Dat zullen ze zelf nooit zo ervaren. Want zij zeggen: wij hebben een neutraal model. Maar dat is helemaal niet neutraal. is natuurlijk dan. helemaal niet nee. neutraal, want die keuzes die je daarin maakt, hè, volgens mij voor de VVD geldt nu, die zijn nu eindelijk ook voor een verhoging van het minimumloon. Ja. En waarom zijn ze daarvoor? Omdat het Centraal Planbureau, die hebben het model aangepast. Ja. Ja. En die, die hebben nu toch uh, ingeschat van een verhoging van het minimumloon is eigenlijk wel goed voor de economie, voor de groei van de economie. Dus kan je daar opeens voor zijn? Nou ja, waar zou het om moeten gaan in de politiek? Dat die ideevorming ja, bij de partijen zit en dat denkers en politiek leiders een, een beeld schetsen... over hoe moet het land eruit zien. En daar wil ik mijn achterban en de rest van het land mee naartoe nemen. Of, of inderdaad een centraal planbureau. Wat sowieso eigenlijk een best een bizar instituut is... als je erover nadenkt dat zoiets bestaat. Hè, die, die, die dan even een voldoende of een onvoldoende geeft... van jouw verkiezingsprogramma... Ja. en dat iedereen daar zijn mening op afstemt. En zijn stem op precies, afstemt. Nou, wat ik het interessant vind aan het, aan het CPB... het, het heeft een, in zekere zin een disciplinerende werking. Dus, dus wat, ik er, wat ik er goed aan vind is dat... Uh, ze kijken wat kost een maatregel hè? of wat levert het op. Want partijen zeggen: als je goed naar politieke partijen luistert, dan zeggen ze: we nemen de JSF niet. En daar, denken ze, daar denk je dan alles van te kunnen betalen. En dat er een, 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 re een rekenmeester is die zegt: ho ho, wacht even. Nu wilt u te veel. Dit, dit, ja. uh, op zich is dat heel goed. Alleen de absolute waarheid die eraan wordt gekoppeld. Uh, die doet het goed, die doet het slecht. Dat is denk ik waar het, waar het waar een, uh, waar een probleem Klopt, zit. Klopt, want het Centraal Planbureau, die, die, hè, als je die rapporten leest, er zijn altijd heel veel voetnoten uh, bij, En mitsen en maren, et cetera. Alleen. Dus ja, ik dat, heb het steeds. Dat ik nemen vind... wij natuurlijk niet over nee. als, uh, als media en uh, politici weten ook van ik moet, ik moet ook wel. Hè, om in die media te komen moet ik mijn one-liners goed hebben en andersom. Uh, ja... Wij weten als journalisten, als wij een stuk gaan schrijven van uh, 7000 woorden met alle mits en maren, dan gaat niemand dat lezen. Weet je? Dus uh, ja, we, we houden elkaar, we houden gevangen. elkaar gevangen. En ja. daarom moeten we als samenleving. En daarom begint ook echt die verandering, die bestrijding van die fantoomgroei... die begint er echt mee dat er genoeg mensen bewust worden dat het oké okay is om iets anders te vragen van de politiek. Ja. Dat het oké okay is om anders over die economie te praten. Dat het oké okay is om te zeggen. En om een debat te voeren over, en ik weet hoe pijnlijk dat uh, kan zijn voor, voor bijvoorbeeld veehouders. Maar het is best oké okay om een gesprek te voeren over: moet dat misschien niet minder? En hetzelfde geldt voor stadsbewoners. Een uh, beetje mijn bubbel. Uh, het is oké okay om een debat te voeren: dat we niet meer overal heen moeten vliegen de hele tijd. Ja. Weet je? Ik bedoel, dat is natuurlijk het equivalent van wat, wat hè, vanuit de stad is het heel makkelijk om naar boeren te schoppen. Ja. Ja, die produceren tenminste nog eten. Ja. Weet je nou? ja, ja. Joh, wij willen gewoon de hele tijd naar, naar, naar Indonesië of New York op vakantie... terwijl je natuurlijk ook prima met de auto naar Frankrijk kan. Ja. Um, dus ik zou, ik zou het ook wel die boeren adviseren... om dat debat iets meer die kant op te dealen. Want volgens mij uh, ben je dan veel effectiever. Maar het is oké okay om dat soort gesprekken te voeren. Maar tegelijkertijd... Um, en daarom snap ik ook, het is heel bedreigend voor mensen. Dus er moet meteen ook een nieuw perspectief achter liggen. Weet je, we ja. moeten met elkaar gaan nadenken: van oké, okay, waar, nou, waar zijn we het nou met elkaar over eens? En wat voor perspectieven kunnen we daarin schetsen? En, en daarom vond ik ook die hele discussie over, over die landbouw. Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, maar. Ja, als, als je dan, ja, maar nu we er toch zijn. Nu we er toch zijn. Nee, maar bedoel, als, als je dan inderdaad als boer hoort van de veestapel moet worden gehalveerd. terwijl je net enorm hebt geïnvesteerd. Ja. In plaats van dat er iemand naar je toe komt met een uitgebreid plan. van hey, zullen we. Hè, bedoel, er, er moet wel voedsel worden verbouwd. Zeker. Weet je? Dus, eh, dus als er een duidelijk perspectief ligt. En dat geldt voor eigenlijk al die grote problemen die we nu hebben. Volgens mij moeten we ons eerst bevrijden van die gedachte die de economie moet groeien. Het is oké okay om hele andere, op hele andere termen over problemen te praten en dan perspectieven schetsen. En daar moeten we elkaar ja. mee naartoe nemen. En ja, ik ben de eerste om te erkennen dat, dat wij als media, eh, zal ik maar even, eh, zoals jij als politici ja. <laughs> daar zit, wij als journalisten, <laughs> wij, wij, de, ja. wij spelen daar ook een hele, uh, nou ja, niet een hele constructieve ja. rol in.